Binnen de samenleving zijn er drie sectoren die nog niet goed reageren op het laatste presidentiële besluit aangaande COVID-19. Dit zijn volgens minister Omar Ramadien van Volksgezondheid de horecasector, sportscholen en recreatieoorden. De bewindsman sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update. Hoewel restaurants alleen open mogen voor take-out en delivery, waren zondag toch enkele eetgelegenheden open die mensen normaal op hun terras accommodeerden. Het vorige besluit van de president was restaurants. Binnen het restaurant mag je niet dineren. Ja. Buiten mag op een terras. Nu hadden wij gezegd, nee. Ook terras hebben we gemerkt dat het uit de hand loopt. Okay. Er waren niet 5 mensen meer aan tafel, maar als een groep van 10 komt, dan liet de restauranthouder het ook toe. Want ik ga die groepen niet gaan splitten, die man gaat verliezen. Ja. Dus wij zeggen, en toen hebben wij gezegd, nee, terrassen sluiten we nu ook. Okay. En een restaurant en een café blijft alleen open voor afhaal en levering. Ik moet eerlijk zeggen, dat was dan niet duidelijk. Want ik dacht dat ook mensen mochten zitten op de terrassen. Nee, dat was er. Dus dat is nu ook... Dus, woensdag, als u kijkt naar die besluiten op die persconferentie die we hebben aangehaald, staat het heel duidelijk. Restaurants en cafés alleen open voor afhaal en leveren. Okay. En je ziet daar, ik rijd langs, ik zie een aantal terrassen naast elkaar, gewoon open. Mensen zitten op elkaar, nog een beetje zonder mondkap. Mm-hmm. Ik heb gelijk toen een bericht gestuurd naar mijn collega's, ministers. Mm-hmm. En zeg van kijk hier, dit is het resultaat. Mensen snappen het toch niet. Dat is één. Mm-hmm. Cafés moeten begrijpen dat we nu hun wel de gelegenheid geven, maar alleen voor afhaal en levering. Okay. En dat draait goed hoor. Ja. Mensen reageren heel goed. De jongens die leveren zijn heel dag op straat, je ziet het. Mm-hmm. Maar dat is veilig. Ja. Weet je, het is een veilige wijze van werken. Maar je laat ook je diensten draaien en de klant is ook tevreden. Minister Ramadien haalde aan dat enkele sportscholen en recreatieoorden zich ook niet houden aan de maatregel dat ze niet open mogen gaan. Hij zegt dat er met de sportscholen wordt gekeken naar andere mogelijkheden om de mensen fit te houden. Maar we weten ook dat als iets een commercieel karakter heeft, dat organisaties vaak niet geneigd zijn om inderdaad te zeggen van nou, ik kan 30 man accommoderen. Dus ik ga het doen, ik ga me echt niet doen. Dus dat zijn dingen die goede afspraken met die organisatie moeten maken. Mm-hmm. Maar een ander idee is, en daar zijn we nu mee bezig, daar kunt u gewoon wat resultaten van verwachten. En dat ga ik een tipje van de sleur doen. Mm-hmm. Is dat we de sportscholen stimuleren en motiveren om virtuele oefensessies op te nemen. Mm. Af te draaien op de tv, op overheidskanalen. Om de mensen in hun eigen setting thuis te laten sporten. En dan maak ik goede afspraken. U kunt vanaf 6 uur morgen, 7 uur morgen, elk uur zo'n beetje een fitnesssessie. Tot zover minister Omar Ramadien van Volksgezondheid. Hij sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update. Dit programma wordt na het nieuws herhaald.